Het Sci-Fi Festival dat afgelopen zomer werd gehouden in de Groene Ster heeft meer dan 100 klachten opgeleverd. Bewoners uit omliggende wijken en gemeenten kregen te maken met geluidsoverlast. Die overlast kwam vooral doordat het festival van de gemeente toestemming had om 5 dagen lang, 24 uur per dag, geluid te produceren. Het CDA stelde daarop raadsvragen aan het college en dat heeft die vragen nu beantwoord. Dat waren hele logische vragen. Dat waren vragen die vooral ook leven bij inwoners rondom het Groene Stergebied in dit geval. Dus dan hebben we het over Kamminga-Buren, maar ook een aantal dorpen die in een andere gemeente liggen. Afgelopen zomer hebben 3 festivals plaatsgevonden, meerdaagse festivals. Ja, dat heeft ook effecten op het geluid en op de omgeving. En er zijn een aantal mensen die zich daaraan storen. Nee, we hebben altijd duidelijk gemaakt van mijn gevoel, al zijn er verschillende beelden over ontstaan in de media. Maar we hebben altijd willen zeggen dat we graag festivals hebben in het Groene Stergebied. Maar je moet er altijd rekening mee houden dat je de omwonenden niet over vraagt. En dat is waarom we de vraag hebben gesteld voor de 24x5. En dat is wat we nu ook terugkrijgen. Dus nee, wij willen zeker de mogelijkheid behouden om festivals te houden in het Groene Stergebied. Maar niet als het tot zoveel overlast van de omwonenden leidt. De klachten neemt de wethouder mee in de nieuwe notitie die hij namens het college in november zal toelichten. Al vindt hij wel dat de klachten allemaal op zichzelf staan. We zijn er gisteren achter gekomen dat het ook heel erg afhangt van beleving. En dat de ene persoon en de ene inwoner daar sneller last van heeft dan de andere inwoner. Er zijn een heleboel klachten binnengekomen, 150. Ik denk dat we niet kunnen zeggen dat die 150 mensen zeg maar, eenmaal iets meer last hadden dan de anderen. En dat zijn 150 mensen die serieus overlast hebben ervaren en die moet je serieus nemen. Het CDA ziet dus liever een strenger beleid, al is het de vraag of dat überhaupt iets verandert aan de klachten van omwonenden. Er zal altijd sprake zijn van geluidoverlast, want er is een festival. Het gaat er alleen om dat je van tevoren heel goed communiceert wanneer dat festival plaatsvindt en hoe lang het duurt. Er zijn 2 elementen geweest, in het bijzonder bij het Sci-Fi Festival, wat we afgelopen zomer hebben gehad, die bijzonder waren. Dat was dat er 's nachts doorgeprogrammeerd mocht worden, wel heel, heel zachtjes, maar je hoort het wel en het is wat anders dan het geluid van een koe of een trein of een auto. Wij vinden het niet normaal dat 24 uur per dag, 5 dagen per week, dat daar geluid geproduceerd wordt. En daar hebben we ook vooraf al wel die vragen kunnen stellen, want ja, dat voelt voor ons ook niet normaal, nee. Dus dit is voor jullie echt, dit was de eerste, maar ook gelijk de laatste keer? Jazeker, ja. In deze hoeveelheid, 24 uur keer 5 dagen, dat is te veel. In november komt het college dus met de nieuwe notitie. Waarschijnlijk zal er in de toekomst niet opnieuw toestemming gegeven worden aan een festival om 24 uur per dag muziek te maken. Vanavond speelt Sportclub Cambuur een bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch. Vanuit Den Bosch doen Cor Dorhout en Henk Albers vanaf 8 uur live verslag via Leo FM, op onze radiozender dus. De wedstrijd is te volgen via de Ether op 106.1 FM en op internet via omroepleo.nl. De gemeente Leeuwarden komt met een nieuwe website, kindpakket.nl. Op die manier wil de gemeente het ouders met een laag inkomen makkelijker maken om voor hun kinderen toeslagen aan te vragen. En dat is nodig, want in de gemeente wonen rond de 3000 kinderen in gezinnen met een laag inkomen. Via de website kan er bijvoorbeeld leergeld worden aangevraagd of een bijdrage uit het Jeugdsportfonds.